300 jaar geleden werd Belle van Zuylen geboren. Zij was niet zomaar iemand. Ze was een grootheid in Zuylen en ze was de eerste vrouw die onderwijs kreeg. Iets wat toen eigenlijk alleen maar mogelijk was voor mannen. Ze schreef vele boeken en vele brieven. Onze Rosa is benieuwd naar haar en ze gaat naar Slot Zuylen. Daar waar deze bijzondere vrouw haar jeugd heeft doorgebracht. Wie was Belle van Zuylen eigenlijk? Belle van Zuylen was een dochter uit het geslacht van Tel van Seroskerke. Dat waren de eigenaren van dit kasteel, het slot Zuylen. En zij heeft hier haar jeugd en jonge damesjaren doorgebracht. Totdat ze naar Zwitserland verhuisde. Daar is ze getrouwd met een meneer die heette meneer de Charrière. En zij is onder die naam ook bekend geworden als schrijfster, vooral van brieven. En in Nederland kennen we haar dus als Belle van Zuylen. En eigenlijk niet zo goed als schrijfster. In welk jaar is ze hier komen wonen dan? Ik weet niet helemaal of ze op dit slot geboren is. Maar ze is in 1740 geboren. En haar familie was dus eigenaar van het slot. Dus iedere zomer gingen ze hier naartoe. Ik zie hier een soort van poppenhuis staan. Ja. Was dat van Belle? Dat is ietsjes jonger, maar het is wel in de familie gebruikt. En het werd dus ook gebruikt om jonge meisjes te leren hoe ze hun huishouden moesten runnen. Belle was eigenlijk heel atypisch, want het hele idee van adel, dat sprak haar niet aan. En waarom sommige mensen beter zouden zijn dan anderen. Ze was echt een voorvechter van, of een voorloper eigenlijk, op het verlichtingsdenken. Dat ook ieder mens kansen moet krijgen om zich te ontwikkelen. En een van haar eerste geschriften die ze gepubliceerd heeft, is dan ook een boekje dat heet Le Noble. En eigenlijk is dat een spotschrift op een edelman. En toen haar vader erachter kwam dat ze dat gedaan heeft, heeft hij dus ook alle boekjes uit de handel laten halen. En gezegd, dat doe je dus nooit meer. Hoe had ze daarop gereageerd? Nou, dat vond ze natuurlijk heel vervelend. Want zij vindt dat ze zich moet kunnen uitdrukken. En dat heeft ze ook gewoon gedaan. In haar brieven, in toneelstukken, in andere boeken die ze daarna heeft geschreven. En kan je Belle's kamertje zien vanaf hier? Ja, je kunt het precies zien. Dat was het schrijfkamertje van Belle. Hè, met een bureautje en de ganzenveer en papier erbij. En het zich je eigen gedachten kunt ontwikkelen. Die je dan aan het papier toevertrouwt en de wijde wereld instuurt. Weet u hoeveel boeken ze heeft geschreven? Ik weet niet precies hoeveel. Ik weet wel dat de verzamelde werken van Belle, die zijn uitgegeven door Van Oorschot. Dat is een serie van 12 boeken. En dat is een mooi dun drukpapier. Dus dat zijn echt duizenden pagina's. En dat zijn boeken, pamfletten, toneelstukken en heel veel brieven. Dus ze heeft heel veel geschreven. Want dat was niet normaal voor die tijd. Nee, dat was zeker niet normaal voor die tijd. Maar ik denk dat Belle dus ergens heel erg blij heeft mogen zijn met haar ouders die haar de kans gaven zich te ontwikkelen. En te corresponderen met een aantal mensen gelijkgestemde geesten. En te leren, want ze heeft dus ook echt onderwijs genoten hier ter plekke. Ze zijn huisleraren geweest en gouvernantes. En ze mocht ook met haar broers optrekken. Dat was redelijk ongebruikelijk ook, want meisjes die hoefden eigenlijk alleen maar zich goed te leren gedragen en een beetje borduren. Dat was niet Belle's haar sterkste punt. En heeft het ook gezorgd voor revolutie? Dat vind ik een wat moeilijkere vraag. Ik denk in haar tijd niet echt. Maar toen hier in Nederland op enig moment weer ontdekt werd van waar heeft ze over geschreven? Wat heeft ze geschreven? Welke onderwerpen heeft ze aangeraakt? Dat wij hier in Nederland eigenlijk gezien hebben van Belle van Zuylen was eigenlijk de eerste feministe. Was een feministe avant la lettre, zoals dat heet. En dat is dus de laatste jaren echt heel goed opgepakt en zie je ook herkend worden. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat Belle van Zuylen de grootste Utrechter is. MUZIEK